Nou, kijk, ik laat mij niet zo snel boos maken, hoor. En dat het aanzien van onze beroepsgroep niet zo hoog is, dat vind ik niet zo heel erg. Maar dat het ogenschijnlijk gekoppeld is aan de hoogte van het salaris, ja, dat vind ik wel erg. Ik bedoel, wij kunnen ook fouten maken, hè? Net zoals artsen, piloten, advocaten, notarissen, bankiers, noem de hele rimram maar op. Als ik een goede fout maak, nou, dan is de chaos hier niet te overzien. Maar wordt dat dan uitgedrukt in een financieel component? Nou, ho maar. Terwijl die gasten die staan op de meest ranzige manier hun zakken te vullen. Ik bedoel, als ik die brug opengooi en ik vergeet die bomen naar beneden te doen. En dan komt de bus met schoolkinderen, vol met schoolkinderen aan in de rijk, zo het water in. En 90% verzuipt. Nou, dan weten ze heel gauw bij wie ze moeten zijn. Ja, dat staat toch allemaal helemaal niet meer in verhouding met elkaar? Er klopt gewoon helemaal geen reet van. Maar dat... Dat komt misschien ook omdat je helemaal geen opleiding hebt hoeven doen voor dit werk. Iedereen kan brugwachter worden in principe.